Ja, Erik, na de 4-0 in Rotterdam zitten jullie in een zetel, toch? Dat moet een heerlijk gevoel geven. Ja, ze gaan natuurlijk gas geven. Daar moet je goed mee omgaan. En niet gewoon een hoop en een geloof geven. Helpt het dan mee dat je weet dat je in een leeg stadion speelt, dat het hier geen heksenketel gaat worden? Ja, zoals ik net zei, natuurlijk als voetballer speel je het liefst in een vol stadion, maar het is natuurlijk een nadeel van de thuisploeg. Ja, Feyenoord heeft al best lang sowieso Europese uitwedstrijden niet meer gewonnen. Dat is altijd lastig. Is dat ook iets waar je na vorige week dan ook mee wil afrekenen voor dat gevoel? Ja, zeker, maar niet alleen dit. Je wil natuurlijk dezelfde lijn doortrekken van de afgelopen donderdag. We zijn in een proces en als je deze wedstrijd wint, dan versnel je deze proces en geef je een boost om verder te gaan. Vooraf werd er over Tbilisi gezegd van best een goede tegenstander, goede resultaten boeken ze. Jullie winnen dan met 4-0 en opeens kunnen ze er niks van. Zo makkelijk gaat het dan opeens in de media. Wat is nou de waarheid? Ja, maar het is altijd een beetje zo met Feyenoord. Hè? Als je verliest, dan iedereen dramatisch. Maar als je wint, dan de tegenstander is slecht. Ja, dat ben ik al gewend.